Hi, Robin hier en welkom bij alweer de laatste aflevering van Two Point Hospital. De vorige keer heb ik 1 ster gehaald bij, hoe heet het ziekenhuis ook weer, bij Tumble. En dat was genoeg om volgens mij de Sandbox ziekenhuis vrij te spelen. Die wil ik dan vandaag ook even gaan spelen. Gewoon als afronding van dit spel. Dit level heet Flemington. Het is in een rijke stad, dus ik mag hopen dat ik heel veel geld heb en dat ik gewoon een beetje kan doen en laten wat ik zelf wil. Maar dat gaan we zo meteen zelf zien. Het valt een beetje tegen. Ik zeg in ieder geval heel veel plezier met kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren als je het niet hebt gedaan. En als je wel bent geabonneerd, vergeet het niet op het belletje te drukken zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu welkom in het Flemington ziekenhuis. Ik ga toch stiekem weer een beetje mijn standaard rondje doen met dingen bouwen. Dus wat ik als eerste moet doen, ik moet een receptie bouwen. Het is niet helemaal goed, maar het gaat om het idee. En dan hebben we de GP's office. Meestal hebben we er daar toch wel meerdere van nodig. En met meerdere bedoel ik echt heel veel. En op een of andere manier, ik ga er nu alvast haast verstandig. Zo tricky als ik dat ga doen. Ik ga gewoon heel veel geld uitgeven. Nou, de reden waarom ik dit doe, omdat ik gewoon echt serieus donder op kan zeggen dat zometeen hier een sterfsdruk wordt en dat het alleen maar vol zit met GP's offices en dat ik gewoon een extra stuk land erbij moet kopen om gewoon andere dingen te kunnen doen. Een pharmacy. Ja, oké. Zo, nou heb ik al een beetje standaard ruimtes heb ik geplaatst. Wat ik nu ga doen is ook weer helaas vrij standaard. Maar dan misschien dat ik nou deze keer eens wat anders ga doen. Dus iets anders ga doen. Is op deze manier die bankjes neerzetten. Kan dat? Ja, dat kan. En dan hier tussen wil ik dan eigenlijk een plantje neerzetten. Ja, niet daar specifiek, niet helemaal precies tussen. En dan eigenlijk aan de andere kant. Ik zal het wel weer niet goed hebben gedaan, maar dat is dan ook weer dat ik hier al bankjes wil hebben. Dat ik in ieder geval iets aan een wachtruimte heb, soort van. Zo. Ja, en dit, kijk, dit vind ik dan gewoon wel netjes uitzien op zich. En voordat je het weet ben je door je geld heen. Dat is eigenlijk best wel zuur. Zo. Nou, dit lijkt in ieder geval. Dit lijkt er al voor een deeltje. Lijkt het er al op. Oh ja. Dus dat, hier kunnen we wel mee. Ja, dan moet ik wel de mensen gaan inhuren. Ook niet geheel onbelangrijk. 2 hours later. Zo. Hoppakee. Off we go. Nou, is het maar wachten op de eerste patiënten. Oh ja. Vergeet ik het weer. Een grote temperatuurmeter, jongen. Oh nee, een radiator. Dus allemaal die kleine dingetjes, die hebben nu nog geen haast, maar hoe lang dat zo blijft, geen idee. Nou, het ziekenhuis is in ieder geval redelijk opgewarmd, daar ben ik wel blij mee. Ik moet hier een project starten, maar ik kan geen project starten. Kak. Ik is een goede inhuur natuurlijk. Ja, jij. Waarom kan ik geen research project? Fix een velle. Ah, kijk, hè. Ja, wees daar wel duidelijk, jongen. Get patient 2. Ja, daar zou ik dus op te wachten dat er inderdaad een psychiatrie moest komen. Dat is eigenlijk echt gewoon serieus vragen naar de bekende weg. En ondertussen zijn we 22 minuten verder en ik heb nog steeds geen wc gebouwd. Perfect bezig. Ja, dat duurt al te lang om te upgraden. Het zit waarschijnlijk weinig anders op, maar niet meer even upgraden, dat vind ik wel belangrijk.
Ah, pest control required. Ja, dat weet ik. Oh, diagnosed patient with animal magnetism. Ah, nice. Ja, en ik heb hem dus niet. Dus moet de patiënt moet naar huis gestuurd worden. Als dat die mensen nou eens even wat harder zouden gaan werken. Ja, kijk, hier heb je helemaal niks aan. Ja, dat weet ik dat ik hem nodig heb, maar ik kan hem nog niet bouwen. Flikker op, doei. Verlaat mijn scherm. Snel, snel. Nee, mijn pestcontroleproject is nog steeds niet klaar. Ik denk dat ik toch dit stuk land ga kopen. Ja, ik denk dat het wel verstandig is. Dan kijk ik wel even hoeveel ik overhoud. Oké, nou die pharmacy patients heb ik ook gehaald. Ook al heb ik er eentje niet gehad, dus dat vind ik goed genoeg. Nou, 4 van de 6. Nou, dat vind ik netjes. Ik krijg hier vooral weer het reputatie erbij. Ah, oh, maar ik zit hier met dat ziekenhuis. Maar eerst gaan we naar de uitreiking. Best Research Hospital. Oh, dat is netjes. Nou, ja, dat weet ik. Ik moet het allemaal nog even gaan uitwerken. Ah, ik heb een marketing license, eindelijk. Kijk, ik heb nu ook eindelijk de pestcontrole, wat dus inhoudt dat ik deze kan bouwen. Zo, een flink apparaat. Zo, hoi. Oh, de radiator moet zo geplaatst worden. Hier een plantje of zo en hier een poster. Ja, best. Zo, hoi. Onzin. Nou, ik doe nog even dat ik een 1 ster heb. Dus waarschijnlijk gaat dit voor mij ook weer een lange, lange aflevering worden. Ik hoop daar stiekem gewoon even een korte aflevering op te kunnen nemen. Ik dacht dat dit de sandbox modus was. Dat is ze dus niet, maar die heb ik wel vrijgespeeld, zag ik daarnet, maar ja. Ja, ik ga het nu hier heel even bij laten. Ik wou zeggen dat dit de laatste aflevering is. Dit is echt een ziekenhuis wat nog heel lang gaat duren, zeker omdat ik het weer vanaf het begin verkeerd heb opgebouwd. Dus ik zeg, later!